We hebben al vaker gewaarschuwd voor gauwdieven. Ze slaan ook toe op treinen en in stations. Terwijl ze u afleiden, stelen ze uw bagage of handtas, zonder dat u het in de gaten heeft. De spoorwegpolitie kent het fenomeen en kan ook steeds meer zaken oplossen dankzij beelden van bewakingscamera's. Vanavond tonen we u beelden van gauwdiefstallen in Antwerpen Centraal, in de hoop dat u de daders herkent. Station Antwerpen Centraal. Op perron 22 zit een vrouw te wachten op de trein naar Parijs. Ze heeft er geen benul van dat twee dieven het op haar bagage hebben gemunt. Een van de twee is de man met de gele polo. Wellicht heeft hij de hele tijd telefonisch contact met zijn compaan. Het slachtoffer zit op een bank achter de paal, waar ze door de handlanger wordt aangesproken. De man in het geel graait de tas weg en verbergt die onder zijn trui. Daarna wandelt hij rustig de trap op, zonder dat de vrouw ook maar iets in de gaten heeft. Even later wandelt ook de handlanger naar boven. De vrouw weet op dat moment nog niet dat haar tas weg is. Perron 22, van waar internationale treinen vertrekken, is een van de favoriete plekken van gauwdieven. De spoorwegpolitie patrouilleert hier zo vaak mogelijk. Meestal zijn ze ook niet alleen. Je ziet dat, en als je goed oplet, dan merk je wel dat ze hier of daar met iemand contact hebben. Ze gaan niet samen bewegen, maar je ziet wel dat ze contact maken. Ze komen zelden samen binnen, ook als ze met meer zijn. Plus een dader heeft meestal nooit de buit. Wordt ook dadelijk doorgegeven. Okay. Volgens de spoorwegpolitie was er diezelfde dag op 7 juli nog een derde dief op het perron. De jonge man wandelt eerst zonder bagage de trap af, maar gaat later naar boven met een winkeltas. Misschien hoort hij bij dezelfde bende. Wanneer de dieven al lang weg zijn, beseft het slachtoffer dat ze bestolen is. Ze doet aangifte en de spoorwegpolitie gaat op zoek naar de daders. Als deze dame die feiten aangeeft, waar begint uw zoektocht dan? Wel, die komt hier gewoon aan het loket, aan de planton, waar zij dan een klacht indient. En dan gaat het erom om zo goed mogelijk alles te beschrijven wat zij weet en wat zij niet weet. Het belangrijkste is natuurlijk plaats van de feiten en tijdstip van de feiten, dat we gericht kunnen zoeken naar camerabeelden. Meestal in dit soort feiten zijn er geen gegevens omtrent de dader, omdat zij ook geen idee hebben van wie de dader was. Dan gaat het erom dat zij die zo goed mogelijk kunnen beschrijven. En anders vragen wij aan onze collega's om zo goed mogelijk de slachtoffers te beschrijven, omdat wij krijgen die beelden 2-3 dagen later, dat wij wel weten waar dat we naar moeten zoeken. U ziet ze op beelden, maar ik neem aan dat u mensen ze ook op het terrein zelf ook zien. Ja. Dus er wordt wel naar uitgekeken op patrouille, maar ik zeg het, je bent heel herkenbaar als politieman en daar hebben zij natuurlijk ook wel oog voor. Hè? We hebben al een aantal keren vermoed dat er iemand is die zich ergens, misschien in de buurt van ons bureau, en dan gegevens al doorgeeft. Maar zeker zijn we dat niet. Het op heterdaad betrappen is sowieso heel moeilijk. Dus, moet er geluk mee hebben. Ook het enige had, denk ik, die met zijn hand in een jacost had, die juist voor mij op de trap omhoog wandelde. Ze proberen dat ook door aanwezigheid, het aantal diefstallen, preventief zo laag mogelijk te houden. Op de camerabeelden zien ze achteraf vaak wat er precies is gebeurd. Op 28 juni sloegen drie andere dieven toe. Terug hetzelfde perron. Twee duiders komen hier net de trap af. En ze beginnen rond te kijken. De jacht is geopend, zal ik zeggen. Dit is de derde mededader, vermoedelijke mededader. Ze verspreiden zich ook, hè? Ja. Ze gaan gewoon alles af. Kijken waar het makkelijkste slachtoffer zit, vermoedelijk. Waar de minste getuigen zich bevinden. Zie je, dit gaat uiteindelijk de dader zijn. Mm-hmm. Ja, heeft hier het slachtoffer al bemerkt. De compaan komt aankijken. Die staat waarschijnlijk in contact met de derde. Dus hij gaat zo dadelijk het slachtoffer aanspreken. En dan ga je hier duidelijk zien hoe de tas verdwijnt. Op welke manier kan je dit voorkomen? Door aandachtig te zijn voor je bagage. Dat is het enige dat helpt volgens mij. Dus je bagage ten allen tijde in de oog houden. Liefst nog vast hebben. Dus een grote tas, zet die voor je. Zet die niet naast je. Want je zet die links van jou. Ze spreken nu langs rechts aan. Automatisch. Als iemand jou aanspreekt, ook al ben je er je bewust op, je gaat automatisch vragen van, oh, wat zegt hij? En het is al gebeurd. Het is op een fractie van seconden is dit gebeurd. Een kleine tas, zit die gewoon op je schoot, hou je vast, spreekt iemand je aan.
Hou ze vast, dan kan er niks gebeuren. Alle camerabeelden worden nagekeken om te zien welke route de dieven afleggen in het station. Op basis van de beelden kan de politie deze bende linken aan een andere diefstal vlakbij het station. Ongeveer een maandje eerder, ik heb het beeld hier even stilgezet op het moment dat de twee heren de trap afkomen, kan je duidelijk zien naar de neuslijn, de oren, de haarlijn van betrokkenen, dan het fotodossier erbij nemen van een feit dat zich heeft afgespeeld op de Keizerlei en de McDonald's. Dan komen die twee heren eraan, dan zou ik er gerust durven stellen dat dat om dezelfde verdachte gaat. Op 21 maart gaan de twee mannen het hamburgerrestaurant binnen. Eigenlijk maken ze zich meteen verdacht. Zonder iets te bestellen gaan ze zitten op de eerste verdieping. Hun doelwit is een kleine zwarte handtas waar schijnbaar niemand naar omkijkt, op de stoel achter hen. Eén dader doet alsof hij zijn jas wil uitdoen, maar eigenlijk neemt hij de handtas en geeft hij ze door aan de andere. Na de diefstal verlaten de twee zo snel mogelijk het restaurant. Er hangen plus minus 380 camera's in ganse station die vol continu draaien. Er is niet iemand beneden in de controlekamer die constant volgt, maar ze kunnen wel gebruikt worden als er aangiftes gebeuren. Dat gaat van diefstallen tot ruzies, tot agressie tegen treinpersoneel op de perrons. Het wordt voor allerhande feiten gebruikt en het heeft wel resultaat. In de controlekamer van Antwerpen Centraal komen alle beelden live binnen. De camera's zijn eigendom van de NMBS en zij bekijken de beelden. Het schrikt de mensen gewoon af. En ik denk dat het ook veel hulp met de politie ook is. Als je beelden hebt natuurlijk. Het is een bewijslast. Het is daar. Beelden ook, die geven een juiste weergave van wat er gebeurd is. Als je twee partijen hebt, de ene zegt het zo en de andere zegt het zo, dat is nu de waarheid. Als je de beelden kunt raadplegen, dan zie je natuurlijk... Ja, je hebt natuurlijk wel de klank er niet bij, maar je kunt wel het beeld al zien. Wat er gebeurd is natuurlijk. Veiligheidsgevoel is ook meer als je... De mensen die geen kwade bedoelingen hebben, die voelen een veiliger als er camera's hangen. Ik heb dat ook dus. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. De politie moet een strikte procedure volgen om de beelden te mogen gebruiken. Dat heeft alles te maken met de wet op de privacy. Er zijn privacyregels, inderdaad. Die zijn belangrijk ook. Het is niet dat wij zomaar lukraak wat beelden mogen komen halen. Of dat we ergens iets opgemerkt hebben wat dat misschien wel eens lollig kan zijn of zo. Dus misbruik, dat wordt wel uitgesloten. Ik heb het nooit niet geweten zonder de camera's hier. Dus ik kan het me niet voorstellen hoe dat dan werken zou zijn. Maar ja, ik weet welk nut dat het nu heeft. Niet alle feiten worden opgehelderd. Toch een deel. De spoorwegpolitie van Antwerpen vroeg in 2 jaar tijd 299 keer beelden op bij de NMBS. In 253 gevallen vonden ze de verdachte op de beelden. 53 zaken zijn daardoor effectief opgelost. Een van die opgepakte dieven gebruikte de zogenaamde vlekkentruc. Hij gooit een wit goedje op de jas van een vrouw. Vervolgens lijkt hij de vrouw te willen helpen, maar in werkelijkheid zorgt hij ervoor dat ze niet op haar bagage let. Een handlanger steelt ongemerkt haar handtas. De man zelf gaat zogezegd een servietje halen, maar komt niet meer terug. Op welke manier is deze zaak opgelost? Dit is opgelost geweest aan de hand van een ander dossier waar dezelfde daders in voorkomen. Een gewone bagagediefstal, waar ze de modus operandi van de afleider gebruiken door iemand aan te spreken. Dit waren heel herkenbare beelden, dus de link was gemakkelijk te maken naar de andere dossiers, van dat het dezelfde daders waren. Gewoon, ja, dit is echt een close-up. Beter dan dit wordt het niet. Wat opvalt is dat de kwaliteit van de beelden enorm verbeterd is. Ja, dat klopt. Dat is dankzij de high-definition camera's nu. Nieuwe techniek die ze gebruiken. Camera's worden beter, beelden worden beter. Dus in de fietsenstalling bijvoorbeeld, waar deze beelden genomen zijn, hebben ze al high-definition camera's hangen. Op 27 juni wordt een dief haarscherp gefilmd wanneer hij schijnbaar achterloos de fietsenstalling binnengaat. En hier zie je weer... De betere kwaliteit van de camerabeelden maakt toch echt een verschil voor ons. Waarom? Je ziet hier heel specifieke kenmerken van meneer. Je ziet hier die ingevallen ogen, die spitse neus, die achteruitgetrokken haarlijn en die iets uitgesproken oren, zal ik zeggen. Heel gemakkelijk voor ons om daar die type kenmerken uit te halen, om als we dan iemand bij ons hebben die daarop lijkt, de link te kunnen gaan leggen naar de zaak
en duidelijk te kunnen aantonen van kijk, dit ben jij. Met gespecialiseerd gereedschap heeft de man bijna 8 minuten nodig om de fiets los te maken. Daarna verlaat hij de stalling. Het zoeken naar de feiten zelf is iets zeer tijdrovend, toch wel? Ja, inderdaad. Het is een kwestie van bij de aanvraag zo goed mogelijk, zoveel mogelijk info te vergaren, dat wij gericht kunnen gaan zoeken. Zij het op basis van het slachtoffer, zij het op basis van kenmerken van een verdachte. Bijvoorbeeld de fietsdiefstallen die wij soms hebben, daar is de tijdsvork soms ellenlang. Mensen die 's morgens aankomen, 8 uur 's morgens, de fiets geparkeerd, gaan werken. 5 uur 's avonds pas terugkomen, ja, fiets is gepikt, komen aangifte doen. Tijdsvork van 8, 9 uur. Dan moeten wij tussen die 8, 9 uur gaan zoeken van, ja, kijk, waar is dat gebeurd? Op 15 augustus gebeurt het om 6:55 s'avonds. Een dief wandelt op zijn dooie gemak de fietsenstalling binnen. Hij neemt uitgebreid de tijd om zijn buit uit te zoeken. De fluoroze fiets hier is de fiets die hij uiteindelijk gaat meenemen. Mm-hmm. Dus ik kijk nog eens rond. U zag er op de achtergrond nog mensen lopen. Dus hij zet zich hier even uit het zicht van iedereen. Hij wacht zijn moment af. Hij wacht zijn moment af tot als de fietsenstalling leeg is, zal ik zeggen. Daarna slaat de dief toe. In 5 minuten heeft hij het slot geopend. Haastig gaat hij met de fluoroze mountainbike de parking uit. Ook deze dief is nog niet geïdentificeerd. Misschien herkent u een van de verdachten. Deze twee mannen stalen elk afzonderlijk een fiets in een van de stallingen bij het station Antwerpen Centraal. En deze drie verdachten maken deel uit van een bende die zowel in als rond het station in een hamburgerrestaurant handtassen steelt. En ook deze drie jonge mannen werken wellicht samen. Ze stalen de tas van een reizigster op perron 22. Met al uw tips kan u terecht op het gratis nummer 0800 3300 of via mail.